Bewoners van een woning aan de Groene Straat zijn aangemaand om te ontruimen en te vertrekken. Volgens de deurwaarder Sergio Nikoop, die gelast is met de ontruiming, is er vonnis gewezen door de rechter en die moet uitgevoerd worden. De vrouw des huizes, Dolina Pinas, heeft de zaak getild naar hoger beroep. Zij is van mening dat de ontruiming onterecht is. Mevrouw Pinas is jaren terug op het perceeland geplaatst door iemand die nu nergens te vinden is. Ze heeft het perceel schoongemaakt en andere beheersdaden uitgevoerd. De instelling van ontruiming is in 2014 geplaatst door de oude eigenaar, een mevrouw Hafidjan Sadal. En deze heeft intussen doorverkocht aan Senu Mine. En ook deze nieuwe eigenaar gedaagd tot ontruiming middels de deurwaarde. Kijk, en luistert u maar mee. Waarom ben je pot met jou? Zodat ik kan tanden naar een tante precies lang kilawan. Hij kan niet keren. Maar plotseling bakawayari dat we man kami taputak na een jari. Dan nou dat man komi takang amang amangwe. Twarfuyurune ti amai kong. Mi gade doso amang desribi. Gona amang tapina oso ina dungru. Want fosi hun dobe apfaya. Tega man tak inkoteka jari money. Ay sera jari guna be tegu ba 40,000 euro. Amang jompop amang takangen. Amang kador amangwe. Bakawamung amang kong baka. Driuru musdei. Taka koteka jari moni na jari mona abima no wan papira no de. En lanti tak ef bewijs no de tak a persil vrij. Pa ima no de tapende no kan jari moni fsera jari. Ma amai fen no mono mo taka wane moni. Na dat amako fen no tak ene sera jari gunu moro. Unk moto tapen jari want en bayen jari en wana jari. Ma asma sambe pot mi jat te mi tak a ekana dedek ba. En ano draka jari uval gino wansma. Maar Steven mijn tak na een schoonmoeder en adraka jari over jeng. Maar suma na amene ramke la wan serefidi be poti jaso. Na wan koleman a tegu na een tante jari na sa tegu. Maar vanaf adida charu kosora bigibusi. Nooit maar ono sheng. We belgo tapa nummer ane name of samsa ono sabi. Want ano be kanga fe antifesi of sang. A aksu no moda soro ashwan putak woman krimen. Want awatra be doro takindi. Mafu seyede meka be potu jas, ube da noutu? Ube da noutu pebo etana ala deyde kuliman be mek problem, e wan kapu, e kap doro. Fetanga mi chintu lezi te mi chimbo ifu 13 yar be soroto amu aman firan feta kiar. Dorar man naking an naka man baka. Skoutu be hore wan herwiki. Mi lololon te de puren jimi. Mi meche gas koro aman kumoto onderweka go lura meche. Fetanga meche, nakanga meche anga batra onre ai. Haar nefifu juka meches ma poeren. Dus ala di ube a probleem da pen. A dora probleem. A dringen sopi wan kap mi meche. Wa mai reif salanki la wan ashi. A stop ka mi sakar mi kosora jari. So kon kri ma presi bigi. Suku tui da hand pa ma planga seta oso. O te ukon jaso? A charu ko jaso 2011 December. Na di da tabi charu kon jaso. Nee, daar kon ik draaien, dat ik daar kom ik ook aan, want in het tandje naar die keer rijdt dan. Ik tegen me zo net dat, ik tegen dat ik naar mijn tante abajari. Naar mijn tante abajari. Want tante voor één, maar aan de besori grond papieren dat ik naar tante abajari. Nee, aan de besori grond papieren, want ik aan de sapa tante pot de papieren. En, kan dit toch een voelman zetten, of zo, want ik zie dat ik apprecie dood, ik apprecie moosu daar. Ik kan dat voor 10 euro zo moni, maar nu nu de, en ook kan dat nog tete, want, nou roken juno. Da en ons heb even maar lossen op, tak u kan zetten precies tak aan combo ma. Me kupra ber voor de wansani want moest kondres ma stiefie. Zo fara wang aan mambe taki. Ma na na dat one day, amasra i bel mi mi gwawe ke tak wa to man konja, waka kon snel. Mi kom mi koshi tu sara makama afesi. Konsret de nobe wan kota pajari. Tak apresi morsu, mi no ma waka inde morsu san jamang. Fa apresi fisti so. Na mi jari, maar na twee andere te kiaar mi gwa Frans Kuyana dam no be sa moro pa jarif mede. Na mi neef, ef sa nga brom fis da si tak sma de tap mi jari. Ma ala weekend me ka foto mam no be konja. Data man te gwa irsta di. Ma so asan ko da jugu jugu, tak no de amatak u ontruimen frey apresi, en bay apresi na en schoonmoeder. Ma mi wansap werkelijk ef na 2014, a ekenaar dede, want mi konja sa 2011 mi re tak ekenaar dede. Nou, me koere tak ekenaar dede baka driari fo adati.
Dus dat ik kan aan nog de data ten dat maar mi wan sabi pe a ik kan aan de fa a de de if werkelijk na 2014 me kwam moet die vrij apprecie want is op grond op fraude lai en vanaf die aman kon jugu mi sore de juiste punten aan ook komoro na tras mai sen kamitapo verschillende sma soms de kon toma negre soms de kwa ma wan vrouw. En neem voor haar vijand sadal van er of dat man kon aan mij na toe man kon aan mij bakken dat de activiteit is maar naar juist en niet. Van eke naar van jari dat mij die aan een door naar mijn neem. Nadat mij kokjes papieren naar mijn neem naar eke naar neem tapen. Maar no was man obe kan aan papieren, noti dan obe sorba wees. Maar je nog moro in contact naar meneer Ramke Lawan voor informeren? Ube wan bereiken voor accent access maar als obradi. Want in no contact, i tante na understand, you na understand niet. I sor mi wan presi mi biribi eng ma a black ama sai kotak na mi jari pifene ma ino ma sor bawes o ma amang sa anyu man sa ko nga black ama sai tak konja so tak na abaya jari ja tak im mopo fuja so aso ano sori papira ano sor mi no wa papira noi na di mane ni ko kong na ko na nga nen sambe jiren tumang fa e kanar ma fra hafi jan sadal wat mi na fia kles mi go fena ne fa e kanar. Ne akona nga nendati. Di yu gwa khles, sa yu ondek? Mi tegile tak, wama wan ser wan presi juma uno, de 100% suma aba presi. Ne uji a adres fa presi, wana wamang fa a krun apartement dape, ji uno e papira tak, ugona nga papira af mija, da sikar wofen anemar fo jaso. No ugona nga papira fa maso uko fen jawan de betayu tak deno be man feneng. Ne na so ko fena ne fen sabi suma abe abeng ma ama sambe kontak a enjari ai ser gun wa moni lat neti noita no soro an papira noit es ref to no kanga wa papira ma sang de ina verglis verklaring sang glis tak suma na a eigenaar fu a dotti jan jan sadal na eigenaar fa jari abe poti ko mananga wa frau ja frek ko break datu fen fu kles ma uno shino wa main ina papira. Da no di en contact asanka jugu so ko tu ko kamindri en okomoro na mane nikop kanga papira na nga ne sambe gide to mandor na nga mine na dolina de skrifi dolina en adidi de mambe ko na dolina de be skrifi som contact na de to man sabe ko janen false janen dor wa da de be skrifi en false na som ko op da hokte tak oda na de to manda janen dor na nga sambe gide da na sofara atorde. Want mijn ontruiming, van ons nog ooit maak roet gokba. Tak mijn ruim op. Maar misschien als ik samen 2014, en no wang san sa de tru. Dus mijn wang zoek wat onder of een fusabi, if werkelijk aan om jari. Want mijn nobij jari. Tak? Maar if na you abeng, dat ik maak teki jari. Maar if aan you abeng, you na wang Frans, maar sa af Frans papira in etanja, dat mijn lek astranam ching een goda reit, die you. Als man tegen mij dat ik op een hotel ga, zo voor potisma. Atori komt met mij, no man trek een zak in zonder toestemming voor rechter naar een land. Want dat, na unu charengo. Dat je actie mij nou dat met mij trek een zak in. U pot mij want trapresie dat mij trek een zak in. Mij no man doen, want naar land in bepaal. Deurwaarder Sergio Nico opgelast ontruiming. Ook al is de zaak in hoger beroep. Hij vertelt u meer hierover. Ik denk dat we eerst zouden moeten beginnen bij mijn vader. Omdat dus, zeker mevrouw Hafidjan Sadal, mijn vader heeft benaderd. Ja? Ze hebben hem benaderd om dus een ontruiming in te stellen tegen gedaagden, mevrouw Dolina Pinas en meneer Johannes Winter. En dat is sedert oktober 2014. Er is dus een brief gestuurd naar gedaagde, mevrouw, meneer Winter en mevrouw Pinas. Dat heeft meneer Nico, mijn vader, heeft die betekend aan hun. En in die brief staat er dus dat ze dus het perceeland binnen 2 weken moesten ontruimen. Dus vanaf 15 oktober hebben ze het ontvangen. En dus twee weken daarna zouden ze moeten ontruimen. Zoals men dat ook al weet, kan een deurwaarder dus niemand ontruimen zonder een vonnis. En in deze zou dus, nadat ze zijn aangezegd om te verhuizen en ze dus niet zijn verhuisd, dat er dus een rechtszaak moet zijn ingediend.
Oké, dat is dus niet gebeurd toen der tijd. Nadat mevrouw Hafidjan dus mijn vader heeft benaderd en dus gevraagd om ontruiming in te dienen. Dan is er dus slechts een aanmaning gestuurd van binnen 2 weken moeten jullie ontruimen. Dus daarna volgt dus een rechtszaak indiening. Dat is niet gebeurd. Enkele maanden daarna heeft dus een meneer Senoumain zich naar mij toe begeven. Om dus in diezelfde zaak, dus de ontruiming te gelasten. Waarom dat? Omdat hij dus, hij ziet het 28 november, is hij dus de nieuwe eigenaar. Dus mevrouw Hafidjan heeft verkocht aan meneer Senoumain. Dus meneer Senoumain is dus vanaf november 2014 is hij de nieuwe eigenaar van het perceeland. Hij heeft dus mij persoon nu benaderd om dus die ontruiming in te stellen. Ik heb dus dan weer een brief opgesteld. En heb ik dus die betekend aan meneer Winter en mevrouw Pinas. Waarbij ik ze eveneens nog een week de ruimte heb gegeven om te ontruimen. Dus ik heb het betekend op 15 april. Dus een week daarna moesten ze ontruimen. Ze zijn niet weggegaan, dus ik moest die zaak indienen bij de rechter. Zo gezegd, zo gedaan. Ik heb die zaak ingediend. Er was een rechtszaak lopende. Die zaak is ingediend 15 juni 2015. Op die eerste behandelingsdatum heeft dus een advocaat zich gesteld. Dat is een meester Adelaar. En hij heeft zich gesteld en heeft dus een uitstel gevraagd om te antwoorden. Misschien wil ik niet erop dieper op ingaan, maar het is dus een gewoonte van advocaten. Wanneer ze dus stellen, vooral in ontruimingszaken, wanneer ze dus stellen voor de gedaagden, dat ze die zaak eigenlijk draineren. Draineren door op grond van het procesreglement, dat ze dus 2 à 3 keer een uitstel kunnen vragen, dan maken ze gretig gebruik daarvan. Gretig gebruik van wil ik zeggen, omdat dus wanneer je een uitstel vraagt, gezien dus die drukke schema die de rechters hier al hebben, dan wordt die zaak voor minimaal, je kan zeggen, 2-3 maanden uitgesteld. En ga maar na dat ze dus, voor het feit dat ze moeten antwoorden, dat ze dus 3 keer een uitstel kunnen vragen. Dus 3 maal 3 maanden is 9 maanden verder. Zo ook is dat gebeurd in deze zaak. Echter riep het zich nog meer dat er nog langer is uitgesteld, omdat er dus een probleem was bij kanton. Dus de rechter heeft dat ambtshalve, hebben ze dat uitgesteld. Dus daar zijn we al naar de 4e keer gegaan. De 5e keer nu, en dat is op 7 december, stond die zaak eveneens voor antwoord. En dan vraagt die advocaat eveneens een uitstel. Ik was dus op de zitting. Ik heb dus de rechter gezegd, edelachtbare, die zaak is al zoveel keren uitgesteld. Mijn cliënt wordt zelfs boos op me dat het telkens zo wordt uitgesteld. Dus de rechter heeft dan een vonnisdatum bepaald. En dat zou zijn op 7 maart jongsleden. In deze zaak nu heeft dus de advocaat een brief geschreven naar de rechter. Om te vragen als hij alsnog mag antwoorden. En dat hij ook nog een conclusie mag nemen en dat soort dingen. De rechter heeft dus dan een partijverhoor gelast. Waarbij dus meester Adelaar en ik aan tafel waren. En ik heb dus de rechter voorgehouden dat ik dus bij mijn standpunt bleef. Dat er al zoveel keren uitstel is gevraagd en dat het ook tegen het procesreglement is. Dus ik wil vonnis hebben. Dus de rechter heeft gezegd, ze zal dus van een spreker, zoals de stand van zaken nu zich voordoen. En jongsleden 7 maart heeft ze dus het vonnis uitgesproken, waarbij dus gedachten zijn veroordeeld om binnen 1 maand na betekening van het vonnis te ontruimen. Dat vonnis is dus uitgesproken, maar ik heb het nog niet in handen gehad van de rechter. Dus wanneer ik het in handen krijg van de rechter, dan wordt het betekend aan gedachten. En dan hebben ze dan 1 maand de tijd nog om daar te blijven. Als ze nog steeds daar zijn, dan is het wel zover dat ik over moet gaan tot ontruiming.